Ja, heel tevreden, maar hij moet wel een beetje kleiner. We hadden een maat afgesproken, maar die van ons is een beetje te groot. Maar dat heb je met twee dames, hè? Die willen graag goed erop staan. Ruim een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen is de campagne in Overbetuwe officieel van start gegaan. Lijsttrekkers van partijen die meedoen plakten hun eerste verkiezingsposters op twee grote borden die bij Slijk-Ewijk komen te staan. Het idee kwam van burgemeester Hoitink-Rouwbos. Ik wilde graag een gezamenlijke aftrap voor de verkiezingen. Dat was hier niet het gebruik, maar ik vind het goed dat de hele gemeenteraad, ook al gaat ieder nu voor zijn eigen partij natuurlijk campagne voeren, ook laat zien dat ze gezamenlijk als water aftrappen. Nog niet alles ging vlekkeloos. Sommige partijen hadden een belangrijke memo gemist. Er zijn mails rondgegaan over hoe groot de poster mocht zijn. Dat waren 2 maten. En ik denk dat u wel kunt zien achter mij dat er meer dan 2 maten waren. Dus dat was nog een soort startprobleem. Ja, heel tevreden, maar hij moet wel een beetje kleiner. We hadden een maat afgesproken, maar die van ons is een beetje te groot. Maar dat heb je met twee dames, hè? Die willen graag goed erop staan. Ja, meer partijen hebben grote posters genomen. Onbewust. Maar volgens mij zijn andere partijen nog veel uitbundiger dan wij. Zo'n poster hang je natuurlijk niet op als je niet tevreden bent met het eindresultaat. Maar iedereen heeft zo zijn eigen onderdeel waar hij trots op is. Het feit dat er 2 dames op staan, dat vind ik wel heel cool. Duidelijkheid, eenvoud, dat past ook bij de Partij van de Arbeid. Over onze slogan die erop staat, samen recht doen. Ik denk dat dat ook echt ons samenvat en ons verkiezingsprogramma. Mooi plastic, het kan er niet vanaf gehaald worden, dus het houdt tot de verkiezingen hoog. Nou, dat wij inderdaad een hele jonge, ambitieuze vrouw op de nummer 2 van de CDA hebben gekregen. Daar ben ik heel erg blij mee. Dat is het nieuw aanstormend talent. Nou, ik denk gewoon de kleurrijke politie die ertussen hangt. En daarmee eigenlijk ook gewoon een signaal afgeven dat we een kleurrijke partij zijn. Voor een kleurrijke gemeente, diversiteit. Wij hebben natuurlijk bewust gekozen en we hebben een teamuitstraling met de eerste 5 van de lijst staan erop. Wij hebben uiteindelijk gekozen om de landelijke poster te gebruiken. Dus wij hebben niet gekozen voor mijn gezicht erop, zeg maar. Uiteindelijk is het ook een team-effort en wij hebben gekozen voor de landelijke poster met gewoon 3 duidelijke kreten. De meningen over de mooiste poster liepen nogal uiteen. Er zijn een paar posters bij die echt zeg maar de landelijke poster gewoon hierop geplakt hebben. Dat vind ik wat minder sterk. Er zit er soms heel veel kleur in, maar dan Gerdien, die is net nieuw. En dan zou ik toch voor de ChristenUnie, met de uitsprekende nieuwe kandidaat voor de ChristenUnie, zou ik wel mooi vinden. Ik vind de poster van de VVD erg goed gelukt, omdat die ook net als ons blijkbaar heel duidelijk iets van samen wilden doen. Dus die hebben daar echt een team neergezet en dat vind ik ook een heel mooi signaal. Oeh, dan moet ik eigenlijk even omkijken. Ik vind die van ChristenUnie heel mooi. Ja, absoluut. Nou, ook dat is wat wij ook nodig hebben, is meer vrouwen in de politiek. En die willen wel, maar het laatste stapje zetten is erg lastig. Dan ga ik toch voor die post van het CDA die hetzelfde stickermateriaal gebruikt heeft. Ik vind die van het CDA heel leuk. Ja, omdat die sprankelt. Ja, ik kijk altijd naar de ogen van mensen. Het gaat toch om mensen, lokale politiek. Dus hoe mensen uit hun ogen kijken, dat is voor mij belangrijk. Dan denk ik de poster van D66. En waarom dan, als ik vraag mag? 2 dames die op de poster staan. Ik denk dan zou ik gaan voor de P van de A. Die is het meest eenvoudig en spreekt ook echt eruit omdat hij zo eenvoudig is in verhouding met de rest. Dan kies ik natuurlijk GroenLinks. Ook vanwege gewoonweg de tekst die daarop staat. Maar het is misschien toch een beetje politiek. Ja, het is wel een partij die vlak bij ons past. Ja, zeker. Ja, klopt. Het is nu ook de tijd om politiek te doen, hè? Dus maak eigenlijk reclame voor een andere partij, hè? Oh, ja, maar zo hoort dat toch ook? Ja, is eerste dag pas. Ja. Ook de SGP doet mee met de verkiezingen in Overbetuwe, maar lijsttrekker Van Nifterik was er vrijdag niet bij.